Proeftuin Ruwaard Geïntegreerd Wonen, Zorg en Welzijn. Dat is de officiële naam van het project. Een idee dat al eventjes speelt bij de gemeente. Nou, een jaar geleden ongeveer is mijn oud-collega Hoeksema samen met een aantal bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen bij elkaar gezeten. En die zeggen, als wij nu de zorg echt dichter bij de mensen willen gaan organiseren, dan hinderen er dingen. Dan hinderen financieringstromen, dan hinderen verantwoordingssystematieken. Die hinderen. En zou dat dan niet anders kunnen? En daar is toen het idee op ontstaan van, ja, misschien dat we zouden kunnen onderzoeken of er een wijkgerichte aanpak, waarbij de instellingen en de gemeente echt samenwerken rondom een wijk met één vanuit... Wellicht zelfs vanuit één budget. En ja, dat is nu wat nu voorligt, is de vraag van ja, dat willen we eigenlijk wel eens gaan onderzoeken of dat in de toekomst een begaanbare weg zou zijn. Het is iets te simpel om te zeggen dat de wijk Ruwaard een zak met geld krijgt waarmee ze zelf alles kan gaan regelen op zorggebied. Maar de burgers moeten in ieder geval wel meer invloed krijgen. Wat zijn dan de grote voordelen van zo'n nieuwe aanpak? Nou, het komt bijvoorbeeld voor dat je bepaalde dingen wel wil doen, maar dat, dat je in de samenwerking elkaar niet altijd kunt vinden. Of dat de middelen net geoormerkt zijn voor een bepaald iets waar je wilt misschien net iets anders. En nou, het voordeel zou kunnen zijn dat je echt gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de wijk en voor die middelen. En niet last hebt van al die verantwoordingssystematieken, de financiële stromen enzovoort. De dingen kunnen sneller en makkelijker geregeld worden. Nou, we gaan onderzoeken of het haalbaar is en dat is wel het idee in ieder geval. De wethouder blijft dus voorzichtig. Het is maar de vraag of het project volgend jaar doorgaat. De gemeente zit momenteel al met grote veranderingen die op zorggebied worden doorgevoerd. Zitten mensen dan wel te wachten op nog meer vernieuwing? Nou, als het goed is, is het precies hetzelfde. En voor de mensen in de wijk verandert er echt in 2015 of 2016 staat de wereld niet op zijn kop. Het is gewoon een andere manier van organiseren. En nogmaals, het gaat om een onderzoek om te kijken of dat wenselijk en haalbaar is. Het gaat waarschijnlijk tot eind dit jaar duren voordat duidelijk wordt of het project in de Ruwaard kan doorgaan.